Dit is mijn programma voor u. Jaargang 1, nummer 784. Juist, u bent Klaas Dubbelknoes de Wilde. Ja, inderdaad. Ik ben Klaas. Dan noemen mij dus Klaas, ja. Klaas. En u bent ook een soort seizoenarbeider, heb ik begrepen? Ja, ze kennen mijn huur. Hoe? Ik ben dus te huur als Klaas. Als Sinterklaas? Nee, gewoon als Klaas. Wat is het verschil tussen Klaas en Sinterklaas is een ouderwets gebeuren natuurlijk. En daarom willen wij dat moderniseren, mijn vrouw en ik. En daarom verhuren wij ons dus als Klaas en Piet. Uw vrouw is dan Piet? Ze heet Nel, maar we verkopen haar als Piet omdat we toch de oude traditie toch in eer willen houden. Dus Sinterklaas, dat gebruiken wij niet. Ook dus het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, hebben wij dus veranderd in Klaas, even wachten, kom maar binnen met je knecht. Kom maar binnen met je vrouw, nagelang. Dat kan je ook zingen, kom maar binnen met je vrouw. En dan komt met je vrouw. Nel. En dan komt Nel en ik, kom maar dan binnen. U gaat niet meer zoals weleer over het dak? Nee, door de schoorsteen. Wij bellen gewoon aan. Waarom is dat? Omdat ik krijg mijn vrouw niet meer door de schoorsteen heen. Die vreet als een tijger, die gaat over Tieneke de Nooi heen. En we hebben diverse malen geprobeerd om de schoorsteen aan de binnenkant met vaseline te smeren en dan er doorheen te zuigen. Maar dat verzekering wil mijn vrouw niet meer dekken. U wel? Mijn dekken ze nog wel. Nee, maar wil u haar nog wel dekken? Jazeker. Oh, ja, dat zit gaat goed. Dan door natuurlijk, want we moeten natuurlijk ook aan de toekomst denken. Heeft mijn u... zoon neemt de zaak ook over waarschijnlijk. Maar die heet Bram, dus dat zal een heel gedoe worden. En zijn vrouw, of heeft hij die nog niet? Die heeft hij nog niet. Oh, dus dan kan hij helemaal niet aan de slag natuurlijk. Ligt er wat zijn vriend ervan. Heeft u nog een... heeft u nog een opleiding genoten als Klaas? Natuurlijk, je hoort niet zomaar Klaas. Hoe dan? Het is een kwestie van studeren. Moet je alle liedjes uit je hoofd kennen. En die ken ik dus. Maar wij staan dus vermeld in de gele gids... om te huren. Wij staan onder trektafel, dat is in de tijd verkeerd neergezet, maar de vaste klanten weten het intussen. En bij aankoop van een trektafel willen wij maar komen plaatsen. Hoe komt u dan bij trektafel terecht? Ja, dat is een fout van de gele gids geweest. Maar waarom heeft u die niet laten veranderen? Dat was toen niet meer nodig, omdat wij intussen al zo ingebeurd. Mensen wisten al, Klaas, dat staat onder trektafel. Waar woont u eigenlijk? Wij wonen in Amsterdam, Driehoog. Maar zomers dan zitten wij dus in Venjerola. Wij zitten wij in Spanje, op de camping natuurlijk. Zitten wij op de camping, mijn vrouw en ik. En dan, wij zijn natuurlijk onherkenbaar, omdat ik ga niet in zee, anders zien de mensen me tabbert. Dat begrijp ik niet. Ik laat niet van iedereen me tabbert zien, dat lijkt me nogal logisch. Je gaat niet midden in de zomer je tabbert laten zien. Het is een plaatselijk, tijdelijk gebeuren. Dus u over... Anders hebben wij de hele dag kinderen achter ons aan. Hé Klaas, hé Piet. U houdt niet zo van kinderen. Wij hebben zelf ook kinderen, Bram. Bram. Die de zaak overneemt. Dat was zat. Dat was meer dan genoeg. Hoe is de business op het ogenblik? Het is momenteel erg druk. Omdat in deze tijd is dus het hoogtepunt van onze verhuur. Dus er wordt veel gebeld? Ja, er wordt heel veel gebeld. Mensen die ons kennen vinden, die bellen heel veel. Voornamelijk om af te zeggen. Waarom om af te zeggen? Daar zijn we dan het vorig jaar al geweest. Maar waar, ze zeggen eerst... Mensen nemen ons maar één keer. Maar waarom zeggen ze dan af? Omdat ze ons al gehad hebben. U bent een soort macrobiotische Sinterklaas. Eigenlijk. Ja, ook omdat mijn vrouw dus als Piet speelt. En mijn vrouw speelt dus geen zwarte Piet, maar een witte Piet. Wat is dat nou voor flauwekul, zeg? Waarom doe je dat? Omdat... Onmacht. Nou, het is geen onmacht. Een zwarte Piet is bedoeld als bangmaker. En mijn vrouw als witte Piet, dan vliegen de kinderen echt wel tegen de muren anders. Er zijn kinderen die zijn 14 dagen niet meer naar beneden geweest. Heeft u geen concurrentie te duchten van de kerstman op Donald? Ja, dat is een grote concurrent. En wij doen er alles aan. Ik in deze tijd, want hij komt steeds eerder. Dus ik heb er van de week heb ik er ook al twee van die arresleden naar beneden geschoten. Wij eten ongeveer 4 keer in de week rendier. Maar wat moet er met die, is die kerstman geen echte concurrent? Kunt u er nog tegen opboksen? Nou, het probleem is dus dat hij heeft dus
de sterren mee, hè? Hij heeft de grote sterren. Al zijn liedjes worden dus gezongen door Sinatra's en noem ze allemaal maar op. En mijn liedjes wordt alleen door dat kindergedoe gezongen. En dat zet geen zoden aan de dijk, financieel gezien. Maar daar heb ik nou wat op gevonden, want ik heb namelijk uw zuster, de bekende zangeres, die heb ik bereid gevonden om mijn liedjes te gaan zingen. Samen met een koor van Klaassen, die ik zelf heb samengesteld. Het is dus Anita en de Kapoentjes. Zijn we rond? Ik dacht het. Mag u hartelijk danken voor dit gesprek. Of wou u nog iets zeggen? Ik wou even de Anita aankondigen met de Kapoentjes. Dames en heren, als speciale attractie wil ik dan uw aandacht komen vragen voor het eerst op de Nederlandse televisie. Anita en de Kapoentjes. Die